Het is vandaag complimentendag. En wij van Water Natuurlijk, Vechtstromen, willen graag een compliment geven aan het Natuurhuis Almelo. Water Natuurlijk is de waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. En wij maken ons sterk voor schoon, gezond, veilig en betaalbaar water. Wij staan voor klimaatbestendige steden en dorpen en dus ook voor een klimaatbestendig Almelo. Wij delen eens per twee jaar een compliment uit in het kader van Nationale Complimentendag. En dat doen we graag aan een persoon of een organisatie die zich onderscheidt. Onderscheidt op duurzaam natuur- en waterbeheer. Meneer de voorzitter, uw stichting. Stichting Natuurhuis Almelo verbindt 6 groene verenigingen. Met als doel het ontplooien van activiteiten om jong en oud, dat kunt u hier ook zien, te interesseren voor natuur, milieu en duurzaamheid. Ik denk dat je bezig bent met een heel mooi project, midden in de stad, 2 hectare. Een project dat compliment verdient en ook tevens inspiratie is voor vele andere steden en dorpen in ons werkgebied. Het doelpark wat jullie aan het maken zijn, zal de stadshabitat verbeteren. En een habitat, stad, is waar mensen, planten en dieren goed kunnen toeven. Meer blauw en groen in de stad is precies wat wij als Water Natuurlijk willen. Het is een wisseltrofee. Het is voor 2 jaar, hè? Ja. Mag schenken namens Water Natuurlijk en geniet ervan. Dat doen we. Dankjewel. Voor het putje van Twente. Ja. Almelo. Almelo. Ja. En losser. Losser. Vasser. Krossum. Nog goed zeggen. Oh, Rossum. Ja. Enschede, Hengelo, Lichamme boven Almelo. Niks mis mee. Maar ik vind wel, en dat doet het waterschap al veel goed werk, om de rotzooi bij zich te houden. Laat ze dat alsjeblieft in Hengelo houden, of in Enschede, of waar dan ook. Dus het putje van Twente is afgelopen. We hebben alleen nog de regenton van Twente. En dat is in Almelo. Tadaa. Zonder water uit het gezeik van bovenaf kunnen wij hier geen water pompen. Hè? Heel goed. Schoon water naar Almelo toe. En de rest bij je houden.